Woensdag 16 maart 2022 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook in de gemeente Best. En daarom heeft Plein Best het idee geopperd om alle politieke partijen in Best uit te nodigen en hen 6 vragen voor te leggen. 5 vragen krijgen ze van tevoren en kunnen ze over nadenken. En de 6e vraag wordt een verrassingsvraag. Het interview wordt door mij afgenomen, Henk van den Heuvel. En gefilmd door Tom Lassink en Tjeerd Martens. Vandaag gaan we in gesprek met Sjoerd Vrijburg, de nummer 2 op de lijst van D66. Nummer 1 is, heb ik begrepen, verhinderd. Misschien ja, kun je het zelf vertellen. Ja, die is aan het verhuizen op dit moment. Ja. Dus, en die had het daar zo druk mee, toevallig deze dagen, dat hij vroeg of ik wilde invallen. Dus vandaar dat ik hier zit en niet Marius Eekamp, onze nummer 1. Maar jullie hebben wel samen overlegd even over de 5 vragen die gesteld worden. Ja, tuurlijk. Ja, er is overlegd en we hebben samen ook het verkiezingsprogramma geschreven, samen met nog meerdere natuurlijk. Ja. Dus we weten ongeveer wel wat er speelt, dus dat komt goed. Ja, we hadden het net er even over van de nummer 1 die heel Best eigenlijk kent, Neil van Hees, die staat nou niet meer op de lijst. En dat komt. Ja, nou, Klaas-Jan van Hees staat inderdaad niet meer op de lijst. Na 12 jaar is bij D66 zo dat je na 12 jaar moet wijzigen van positie. Of in ieder geval, als je 12 jaar in de raad hebt gezeten, mag je na 12 jaar niet meer terugkeren. Daar kun je natuurlijk uitzonderingen op aanvragen en zo. Maar ja, in principe is het dan tijd voor nieuw bloed, zoals ze dan zeggen. Ja. Nou ja, goed, Marius zit natuurlijk al in de gemeenteraad. En ik ben zelf ook al als burgerraadslid betrokken. Maar in principe is het zo dat het dan inderdaad doorschuift. Dus Klaas-Jan heeft daar gehoor aan gegeven. Ja. En vertrekt na 12 jaar uit de gemeenteraad van Best. Maar dan mag je ook geen lijstduwer worden of zo? Of? Ik weet niet precies hoe dat zit. maar volgens mij is het zo dat hij het zuiver heeft gespeeld en gezegd, nou, dan sta ik ook niet op de lijst, omdat na 12 jaar die regels nou zijn. En jullie hebben genoeg aanwas, wat dat betreft? We hebben voldoende aanwas. We hebben een mooie lijst, een mooie gemêleerde lijst ook. Het is, we hebben een een lijst met mannen en vrouwen natuurlijk, maar ook uit allerhande van het veld. Mensen die al in de raad eerder hebben gezeten, politieke ambitie hebben of juist dat niet hebben, maar wel heel erg betrokken zijn bij de rest van Best. Dus in de cultuur of in de sport. Dat is gewoon heel erg leuk. Dan zie je ook gewoon dat er van alle kanten, vanuit Best, vanuit alle verschillende thema's, zal ik maar even zeggen, zijn er mensen die zich betrokken voelen en al dan niet op de lijst willen. En in dit geval veel gelukkig wel op de lijst willen. En wat zijn jullie ambities? Ja, onze ambities kun je eigenlijk het beste samenvatten in 3 zinnen. Namelijk goed wonen, beter klimaat en best samen. En dat laatste zit natuurlijk vooral een beetje op participatie, maar ook het samen, het sociaal domein. En die andere 2 spreken voor zich. Ja, die vraag 1 die heeft er een beetje mee te maken, denk ik. Duurzaamheid, hè. We hebben het allemaal over gasvrij. En binnen zoveel tijd moet de gemeente gasvrij zijn. Wat is jullie mening daarover? Ja, kijk, er zijn landelijke regels gesteld natuurlijk. Dat we in 2050 moeten we gasvrij zijn. En ja, dan moeten wij natuurlijk als Best ook ons steentje aan bijdragen. Maar ja, het gaat natuurlijk verder dan dat. Je moet met verschillende dingen moet je rekening houden als het gaat om duurzaamheid. Dus het heet de trias energetica, geloof ik. Maar waar dat op neerkomt is, je moet zorgen dat je het duurzaam opwekt en duurzame energie gebruikt. Op het moment dat niet lukt, dat je in ieder geval de fossiele energie ook gebruikt, maar dan dat die heel erg efficiënt wordt gebruikt. Ja. Dus daar moet je dan op inzetten en dat kan bijvoorbeeld door isoleren. En dat is ook het laatste punt. Het punt namelijk van zoveel mogelijk minder gebruiken. Of in ieder geval, je moet minder gebruiken. En als je minder energie verbruikt, dan scheelt dat natuurlijk in je portemonnee. Ja. En ook door isoleren kun je dat bijvoorbeeld bewerkstelligen. Om te zorgen dat je in ieder geval duurzamer bent. Maar dat is heel mooi in de nieuwbouwwijken, zeg maar. Als je praat over Steekse velden en zo, dan kan dat. Maar in het Wilhelminadorp en Hoogakker. Nou, dat zijn natuurlijk oudere huizen. Ja. En we moeten wel gewoon heel erg inzetten op isolatie. Op het moment dat je bijvoorbeeld van het gas af moet, dan heb je het probleem dat je ervoor moet zorgen dat een huis voldoende geïsoleerd is. Ja. Omdat je anders bijvoorbeeld, omdat van landelijk moet je van gas af, dus dan moet je bijvoorbeeld met een warmtepomp of zo gaan werken. Maar dat kan pas op het moment dat je dat heel duurzaam kan gebruiken en dat verder ook werkt. En dan moet je er dus voor zorgen dat je
noem het eens, veel isoleert of in ieder geval goed die huizen zo maakt met HR+ glas. Ja. Dat je dat ook kan bewerkstelligen. En daar moet gewoon goed naar gekeken worden. En daar moet je in ieder geval als gemeente ook echt in ondersteunen. Want je moet het niet zomaar overlaten. Maar dat zijn echte oude huizen waar je dan over praat. En terwijl Minendorp, Hoogakker. Met huizen die moeilijk te isoleren zijn, denk ik. Ja. Ja, dan moet je dus richting 2050 moet je daar kijken. Daar wordt op dit moment door de gemeente een heel plan over gemaakt. Hè? Transitievisie van warmte en van energie. En in dat plan wordt gekeken wat er nodig is om ervoor te zorgen dat die huizen ook gewoon toekomstbestendig kunnen zijn. Als dat niet kan, dan moeten er andere oplossingen gevonden worden. Ik weet niet wat het zou moeten zijn. Dat wordt op dit moment in dat plan gezet. Maar voor de overige wijken waar dat dus wel kan, dus de iets nieuwere huizen waar al zeg maar de basis op orde is, daar kun je gewoon prima de isolatie dusdanig op orde brengen dat je ook uiteindelijk die transitie kan maken met je warmtebron. Maar dan vergelijk je bijvoorbeeld dijkstraten en steegse velden als grote voorbeeld, zeg maar. Ja, maar dat zijn perfecte voorbeelden. Daar wordt al energie-neutraal gebouwd, of in ieder geval bijna energie-neutraal gebouwd. Ja, dat is fantastisch. Dat is gewoon mooi om te zien. Daar zijn ook allemaal initiatieven om. Er ligt ook heel erg veel. Nou, de zonnepanelen liggen op het dak. Dat is prachtig om te zien. En dat is eigenlijk waar je uiteindelijk naartoe wil. Maar ja, je hebt natuurlijk ook wijken die gewoon wat ouder zijn. Ja, dan moet je een plan opmaken dat goed komt. En gaan jullie daar andere partijen bij betrekken, zoals bijvoorbeeld Best Duurzaam? Of? Best Duurzaam is een fantastisch voorbeeld. Best Duurzaam is een coöperatie waar je dus eigenlijk allemaal op het moment dat je daarin in samenwerkt, samen profiteert ook. Ja. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld zelf een idee hebt of dat niet zelf kan bewerkstelligen, of je wil dat met een collectief doen, dan kun je via Best Duurzaam kun je dat doen. En dat is natuurlijk precies wat je wil eigenlijk. In ieder geval wij als D66, want dan zorg je er in ieder geval voor dat de duurzaamheid beter wordt. Dat je dus samen ook kan investeren en vooral ook samen profiteren. Het moet juist geen geld kosten. Het kan juist heel veel geld opleveren om dat te doen. En Best Duurzaam is fantastisch. Maar je moet wel het geld hebben natuurlijk. Hè? En ik sla even vraag 2 over. Ik ga naar vraag 3 meteen. Mm-hmm. Van alles wordt duurder. Hè? De prijs van de energie die wordt duurder. De koopkracht. Vandaag weer een stukje over de AOW en alles. En vooral in die wijken hebben de mensen het al moeilijk, hè, om rond te komen. En als ze dadelijk ook nog geld moeten uitgeven om hun huis nog duurzamer te maken, dan... Ja, er zijn twee kanten aan natuurlijk. Het klopt, de gasprijs schiet omhoog en mensen hebben er echt problemen mee. Daarom ben ik ook blij dat de landelijke overheid, dat die ervoor heeft gezorgd dat er een regeling komt, in ieder geval voor de minima om daarin te compenseren. Dat is gewoon belangrijk. Ja. Dus dat is sowieso wel goed. Verder rest moet je ze gewoon op het moment dat het dus gaat om klimaat en duurzaamheid, moet je aan de ene kant in het plan zetten. Dat moet dus gekeken worden naar de mogelijkheden rondom die transitie voor de warmte. En daar moet je ook gewoon rekening mee houden dat niet iedereen een grote beurs heeft. Dus daar moet je op het moment dat het nodig is, moet je ze daarbij ondersteunen. Financieel ook ondersteunen. Maar hoe wil je dat bereiken? Hoe wil je dat doen? Nou, Best Duurzaam is daar een heel mooi initiatief voor. Op het moment dat mensen daar iets mee willen. Dan hebben zij daar natuurlijk ook verschillende ideeën en plannen over. En we moeten gewoon ook geld vrijmaken om die transitie te maken. Landelijk is besloten om van het gas af te moeten. Ja. Daar moet iets tegenover staan. Ja. Dus daar komen ook pakketten voor, hoop ik. Om te zorgen dat ook de minima, die het nu niet kunnen betalen, dat zij gewoon subsidies kunnen krijgen. Die zijn er natuurlijk al, er zijn al voldoende subsidies. Maar misschien nog wel meer om ervoor te zorgen dat zij ook die transitie kunnen maken naar gasvrij. Wat er dan ook voor nodig is. En dan rekenen we vooral op nieuwe inkomsten van het Rijk uit. Want de gemeente die heeft wel een geweldige reservepot. Maar die raakt ook steeds leger, hè, door alle dure uitgaven. En waarschijnlijk die mensen die nu al in problemen zijn wat betreft de financiën, krijgen dadelijk ook te maken met waarschijnlijk de onroerende zaakbelasting die omhoog zal moeten. Ja, op het moment, onroerende zaakbelasting is natuurlijk als je een huis gekocht hebt. Ja. En dat koophuis, we hebben nu bijvoorbeeld 5-6% inflatie.
Mm-hmm. Nou, ik kan me ook voorstellen dat een deel daarvan, dus noem even 4%, ging het bijvoorbeeld ook om in de vragen die werden gesteld eerder. Ja, die inflatiecorrectie die moet worden toegepast. Van ons hoeft het niet meer te worden dan de inflatie dat het omhoog mm-hmm. moet. Maar het is natuurlijk logisch dat omhoog gaat, omdat alles gewoon, ja, alles wordt inderdaad duurder. Maar daarnaast moeten we ook gewoon heel erg inzetten op de plannen die we al hebben liggen. Bijvoorbeeld armoedebeleid. Ja. Uitkomen met inkomen is volgens mij het beleidsstuk wat daarbij hoort. Ja, dat is gewoon heel belangrijk voor de mensen die niet uitkomen waar je het over hebt. Ja. Maar hoe wil je dat bereiken? Is er voldoende geld bij de gemeente om dat te realiseren? Of rekenen jullie volledig op het Rijk? Nou, dat is op zich wel een interessante vraag. Kijk, dat gaat ook een beetje naar een andere vraag die jullie misschien nog wilden stellen. Waar het op neerkomt is dat we, nou ja, je hebt inkomsten en uitgaven. Ja. We zitten op dit moment zijn we vooral over de inkomsten aan het hebben, de OZB en de inkomsten van het Rijk. Allereerst trouwens vind ik dat voor de decentralisaties die we over de schutting gekregen hebben, dat we best wel wat meer geld mogen krijgen. Want daar zitten toch best wel veel problemen ook in. En je merkt, nou, bij ons doen we het nog best wel goed. Maar ook bij andere gemeentes. Maar welke problemen? Nou, jongerenwerk, dus de jeugdzorg is bijvoorbeeld een heel groot thema. Ja. Daar hebben wij, die hebben wij gekregen van landelijk. Dat is een van die decentralisaties geweest. Nou, we doen dat heel goed, maar we moeten dat wel met veel minder geld doen dan dat we eerst kregen. Dus ik vind eigenlijk dat landelijk geregeld zou moeten worden dat we daarbij komen. Maar goed, dat is inkomsten en daar hebben wij verder geen invloed op. Waar we wel invloed op hebben, zijn de uitgaven. Ja. Dus misschien, ik kan me dat voorstellen, ik ben in mijn werk ook veel bezig met regionale samenwerking. Ja. Op het moment dat we een efficiëntieslag kunnen krijgen, bijvoorbeeld ook in de uitvoeringsorganisatie van de gemeente, daar gaan miljoenen in om. Ja. En op het moment dat we daar iets in kunnen, dus dat we daar kunnen zorgen dat we daar of efficiënter werken, of dat we daar zorgen dat we met andere gemeenten samenwerken, dus regionaal samenwerken, dat we niet één ambtenaar hebben om een klein deel in West te doen, maar dat er één ambtenaar is, bij wijze van spreken, voor meerdere gemeentes om ons heen, dan scheelt dat ook gewoon weer geld. En op zo'n manier moet je eigenlijk ook kijken, vooral naar de uitgavenkant, om te zorgen dat je de ambities die je hebt als gemeente, maar die ook van landelijk af worden opgelegd, uiteindelijk kan halen. Want we hebben het al over een paar dingen gehad die belangrijk zijn en waar je natuurlijk mee bezig bent. Nou ja, als wij vinden met z'n allen dat we daarop moeten inzetten, dus dat klimaat, die duurzaamheid, maar ook dat we gewoon heel erg goed kijken naar ons armoedebeleid, dat we dat kunnen handhaven zoals we dat nu hebben, want we hebben natuurlijk mooie plannen liggen en mooie wetten daarvoor liggen. Dan moeten we ervoor zorgen dat we daar voldoende geld voor blijven houden. En dat kan denk ik alleen op het moment dat we kijken naar wat komt er binnen, maar ook wat gaat eruit. En op dit moment zijn er heel weinig innovaties geweest. Gaat er eigenlijk te veel uit? Nou, wat je ziet gebeuren, kijk, je hebt altijd natuurlijk een sluitende begroting, elk jaar weer. Ja. Maar ook elk jaar weer worden er weer reserves aangewend, aangesproken. Ja. En D66 is daar gewoon, nou ja, toch wel tegenstander van, want waarom zouden we die reserves aanspreken voor dingen die dus gewoon structureel niet kloppen? Nee. We moeten zorgen dat het structureel gaat kloppen en dan moeten we dus ook kijken naar de uitgaven. Maar hoe wil je dat bereiken? Door bijvoorbeeld een deelgemeente te worden van Eindhoven? Nee, dat zeker niet. Nee. Waarom niet? Nou, kijk, een deelgemeente worden van Eindhoven, jullie hadden het zo mooi beschreven, een wijk van Eindhoven. Ja. Dat is nu niet aan de orde, want we hebben het allemaal gewoon heel erg goed op orde in Best. Het is namelijk zo waar het echt gaat spelen, bijvoorbeeld de Nuenen, daar zie je ook gewoon dat er gewoon problemen zijn. En wij hebben die problemen nu niet. Vaak is het op het moment dat er regionaal wordt samengewerkt, helpt dat al gewoon heel erg veel. En op het moment dat er een vraag is voor samengaan met een andere gemeente, dan komt dat eigenlijk meestal voort uit dat het ambtenarenapparaat het niet meer aan kan. Dat het echt structureel veel te weinig geld is. Dat er andere politieke problemen spelen. En vaak is dan bottom-up, dus van onderaf, wordt er dan eigenlijk bedacht van we kunnen het gewoon niet meer bolwerken en dan zou dat moeten. Dus dat is in Best helemaal niet aan de hand. Maar regelmatig wordt een extern bureau ingeschakeld om dingen uit te zoeken en plannen te maken. Want omdat we zelf de capaciteit niet hebben. Maar er is een verschil natuurlijk om extern in te huren, waardoor we onze eigen dingen wel kunnen regelen. Ja. Of dat we het gewoon echt allemaal niet meer aan kunnen en ook financieel niet meer rond kunnen breien. Dus op het moment dat we daar het geld voor hebben, of in ieder geval dan besparen we dus op een ambtenaar op het moment dat we dat uitbesteden aan een andere partij, dan komt dat goed. Maar het is zo dat we nu op een punt zitten waarin we moeten kijken, er moet voldoende geld binnenkomen, er moet
efficiënter om worden gegaan met de uitgaven. Ja. En als het dus efficiënter wordt omgegaan met de uitgaven, kun je dus ook zeggen, nou, dan hebben we ook voldoende geld en hebben we voldoende basis om gewoon zelfstandig te blijven als best. Daarom dat het nu niet speelt. Gaat er ook jullie voorkeuren uit, zelfstandig blijven? Nou, we zouden niet zeggen dat het een doel op zich moet zijn. We moeten gewoon kijken naar de situatie. En op dit moment speelt het niet. En op dit moment gaat het gewoon goed met best. Dus zou ik zeggen, best kan gewoon zelfstandig blijven. Maar wat is het nadeel als best een onderdeel werd van Eindhoven? Nou ja, kijk, er zijn voordelen en nadelen aan. Voordeel is dat je schaalvergroting hebt, dus dat je samen veel kan doen. Maar dat kan ook met regionale samenwerking, dus dat doen we nu al. We spreken al heel veel samen in het stedelijk gebied Eindhoven. Dus dat is positief. Ja, nadeel is natuurlijk dat je ook iets van grip misschien kan verliezen op wat je zelf eigenlijk wil in je eigen directe omgeving. Ja. Het heeft voor- en tegenargumenten, zou ik maar even zeggen, om het te doen. Maar het fijne is dat het nu dus niet speelt en dat we daar eigenlijk ook gewoon niet over na hoeven te denken. Zijn er ook dingen waar je trots op bent in best? Bijvoorbeeld sportaccommodatie? Oh ja, zeker. Over sportaccommodaties gesproken. Ja. Ik ben voorzitter van de korfbalvereniging in best. Het is fantastisch hoe we dat hier in best geregeld hebben. Dus, als je in welk opzicht? Nou, als je ziet hoe we contact hebben met de gemeenteambtenaren aan de ene kant voor als er iets is. Ja. Aan de andere kant hoe de accommodaties zijn neergezet. Hoe ze dat ook echt goed onderhouden. Hoe fantastische sporthallen we hebben als het daar dan om gaat. Ja. Ondersteuning voor jongeren. Nou, dat zijn allemaal geweldige dingen. En op het moment dat je een idee hebt of een plan hebt of iets wil bewerkstelligen, dan hebben we de combinatiefunctionaris. Ja. Dat is ook een fantastisch initiatief voor sport en cultuur. Ja, cultuur en sport staat natuurlijk ook hoog bij ons in het vaandel. Dus ik vind het alleen maar mooi dat we dat nu al hebben. En we moeten gewoon kijken hoe we dat nog verder kunnen uitbreiden. Dat we daar gewoon eens kijken hoe kunnen we nou die mensen die met zoveel passie daarmee bezig zijn, ook bij ons bij de vereniging, hoe we daar een beetje mee dat nog verder kunnen brengen. Hoe de jeugd ook daar meer in aanraking. Want jullie zijn bang op dat moment, als je wijk wordt van Eindhoven, dat wat dat betreft de sportaccommodage, want in Eindhoven is het een stuk minder als een best. Daar mogen we best trots op zijn. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe dat dan verder gaat verlopen. Want het is ook maar net hoe je zoiets inregelt natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat we daar ook niet te veel over vooruit moeten kijken. Maar gewoon moeten kijken hoe het nu gaat. En op het moment dat er een andere situatie zich voordoet, waar we dan staan. Ja. Dus ik zou niet zeggen dat het dan per definitie minder wordt. Maar ik ben nu gewoon heel erg blij dat we Dus eigenlijk mogen we trots zijn op best zelf. Nou, zeker mogen wij trots zijn op best zelf. Ja. Dat spreekt eigenlijk voor zich. Dit is ook een van de redenen waarom ik hier natuurlijk met heel veel plezier woon. Ja. Omdat ik gewoon heel blij ben dat we een relatief, aan de ene kant kleine gemeente zijn, maar aan de andere kant groot genoeg zijn om al deze dingen te kunnen faciliteren. En als het dan gaat om sport en cultuur, zie je gewoon wat voor vruchten dat afwerpt. Zijn we ook trots op het jongerenwerk? Is er al voldoende bereikt wat jullie betreft? Nou, ik ben zeker trots op het jongerenwerk wat er gebeurt bij Todo bijvoorbeeld. Ja. Of met die combinatiefunctionaris natuurlijk. Hè. Nou, dat is fantastisch. Wat wel goed is, en dat is wel een actueel thema nu natuurlijk met corona. Ja. Sommige dingen kunnen gewoon niet op dit moment door corona. En dan zie je dat de mensen van Todo er alles aan doen om maar gewoon zoveel mogelijk bezig te blijven. Alle mogelijkheden benutten om die jongeren gemotiveerd te krijgen of in ieder geval daarmee bezig te zijn. Maar je ziet in de cijfers, ook landelijk, maar ik denk dus ook binnen de gemeente, ik heb daar geen cijfers van, maar dat er toch wel de neerslachtigheid onder jongeren is gewoon heel erg groot. Er stond laatst weer een stuk in het Eindhovens Dagblad over dat we daar echt op bedacht moeten zijn. Dat jongeren het echt heel lastig hebben. Ja. En daar moeten we gewoon volop gaan inzetten. Dus het jongerenwerk aan zich is gewoon heel erg goed. Ja. Maar en op dit moment hebben we gewoon een acuut probleem rondom corona en wat dat voor invloed heeft op jongeren. En daar moeten we dus met z'n allen ook op inzetten. En het is mooi om te zien dat ze dat onder andere dus bij Todo ook doen. Ook met die uitbreiding die ze van plan zijn daar, hè? Met die skatebaan. Er zijn verschillende initiatieven en dat is gewoon super goed om te zien. Om te kijken wat de mogelijkheden in ieder geval zijn. En dan kunnen we kijken wat we daarmee doen, wat de mogelijkheden daarin zijn. Maar ik ben gewoon heel erg blij om te zien dat er heel veel goede dingen gebeuren. Ja. En ik vind het ook heel erg belangrijk dat we dus goed naar de jongeren kijken. Want als ik om me heen kijk, of bij mijn vereniging, bij andere verenigingen waar ik kom. Nou, toevallig zijn we denk ik allemaal uit de andere kant van West gekomen. En dan
rij je langs generaal Michielis, waar ze volop bezig zijn. Bij de voetbalclubs waar ze volop aan het trainen zijn en alles. Dus ja, zeker. Denken jullie ook dat met het weer actief beoefenen van sport en vrije tijdbesteding van de jeugd, dat het een stuk beter wordt? Ja, maar sport is een van de hoekstenen, zal ik haast zeggen. Maar ook het naar school gaan, nu de scholen weer open zijn, laten we hopen dat ze open blijven. Ja. Het is gewoon zo belangrijk voor jongeren op het moment dat ze groeien en dat ze zichzelf ontwikkelen. Ja. Ik zit zelf in het onderwijs. Dat is zo belangrijk om dat te zien, dat die scholen open blijven voor die sociale contacten. Als je sociaal contact hebt met elkaar, dan kun je ook groeien, dan kun je verder komen. Ja. En dat vind ik heel mooi om te zien. En ook van mijn leerlingen kan ik dat dan zien. Dat vind ik gewoon super. En dan is het ook heel pijnlijk aan de andere kant, dat je dus ook weet dat door die hele coronaperiode, dat er gewoon ook problemen ontstaan. En dat sommigen er misschien vrolijk uitzien, maar gewoon zich wel vaker neerslachtig voelen dan daarvoor. En daar moet je gewoon volop inzetten. En dat kan onder andere door sport. Ja. Met elkaar ondersteuning bieden. Dat is ook wat we bij de verenigingen doen. En we hebben met verschillende verenigingen hebben we natuurlijk ook gewoon contact met elkaar. Van wat doen jullie? Hoe pakken jullie bepaalde dingen aan? En dat is gewoon goed om daar in overleg over te blijven. Omdat je dan zorgt dat je voor de jongeren bent. Ja. En dat is ook mooi. Daar heb je bijvoorbeeld geen gemeente per se bij nodig. Omdat dat van onderaf komt. En dat komt ook door de gemeenschapszin. En dat is misschien wel weer gemeentebest. Die we met z'n allen hebben. Omdat we klein zijn, betrokken, we kennen elkaar. En dan kun je er dus voor zorgen dat je hebt voldoende vrijwilligers nog. Het wordt overal wat minder bij de verschillende verenigingen. Ik denk bij jullie bij de korfbal ook. Ja. Maar je hebt ze gewoon nodig, dus het moet gewoon gestimuleerd worden. Ja, klopt inderdaad. Dan komen we naar de laatste vraag. Wij hebben op het ogenblik geld genoeg om alles rond te breien, om de begroting rond te maken. Maar als we dadelijk een nieuw gemeentehuis gaan bouwen, wat duizenden of beter gezegd miljoenen euro's zal kosten, is dat wel noodzakelijk om een compleet nieuw gemeentehuis neer te zetten langs de Zeeman? Nou, het is goed dat je het zegt. Naast de Zeeman een nieuw gemeentehuis, als het aan D66 ligt, had het niet gehoeven. We hebben daar maar natuurlijk jullie hebben wel een jaar gezegd? Nee, we hebben nee gezegd. Oh. Nee, zeker. We hebben nee gezegd tegen het plan om 17 miljoen te besteden aan een nieuw gemeentehuis naast de Zeeman. Ja. Omdat wij vinden dat er andere mogelijkheden zijn. Welke? Nou ja, kijk, het is natuurlijk logisch dat de ambtenaren moeten gewoon echt een goed onderkomen hebben. En het gebouw zoals het er nu staat, is aan vervanging toe. Het is gewoon niet meer zo goed. Dus we snappen dat er iets nodig is. En best wijzer voldoet niet voldoende. Best wijzer heb ik weinig zicht op in die zin. Maar de verhalen die ik daarvan hoor, is dat zij een prima accommodatie hebben, maar dat ze het graag samen zouden willen brengen. Dus dat is eigenlijk de combi. En als dat belangrijk is, dan wie ben ik om daar iets tegenin te brengen. Maar wij denken als D66 dat helemaal niet voor 17 miljoen op het dorpsplein moet naast de Zeeman. Een van de redenen waarom dat dan daar zou moeten is omdat dat reuring zou brengen en levendigheid. Maar nou, zet er vier niet meer. Hè? Nee, ik wou net zeggen. Dus zet er alsjeblieft, we hebben met wat mensen uit het centrum gesproken. Zet er alsjeblieft of horeca neer, winkels, iets dergelijks. Zet er ook woningen in boven, appartementen. Op het moment dat er meer mensen wonen, dat er meer gebeurt. Het dorpslijn is perfect om levendigheid te creëren. We hebben, als je vraagt van wat is het centrum in Best. Ja. De ene zegt de Boterhoek, de ander zegt het dorpsplein, de ander zegt weer iets anders. En dan denk ik, als we nou een mooi, ik noem het even, ik denk dan meteen ook aan bijvoorbeeld zo'n dorpsplein als Eersel heeft, zou ik zeggen, met gewoon veel horeca eromheen, levendigheid waar mensen wonen, waar mensen komen, elkaar ontmoeten. Dat is toch veel beter dan op het moment dat je daar een gemeentehuis neer zou zetten. Dus als dan D66 zou liggen, zou je bijvoorbeeld ook kunnen uitwijken naar bijvoorbeeld het stationsgebied voor een nieuw gemeentehuis. Onderkomen voor de ambtenaren. Ja, en dan kun je dat bijvoorbeeld combineren met appartementen en combineren met soort seats to meet dingen. Dat is dat er allemaal verschillende vergaderlocaties zijn waar mensen gebruik van kunnen maken, wat ook heel handig is naast het NS-station. Nou, dat kun je dan verhuren. Misschien kan een projectontwikkelaar dat neerzetten. Misschien kunnen zelfs het gemeentehuis wel huren in plaats van kopen. Maar dat moet doorgerekend worden. Zulke meer innovatieve dingen met het gemeentehuis doen. En dat kan dan volgens D66 daardoor ook voor minder geld. Maar niet naar Zeeman. Maar niet naar Zeeman en niet voor 17 miljoen. Ik vind het heel terecht dat je zegt van,
laten we vooral kijken naar, op dit moment hebben we voldoende geld, maar misschien is dat dadelijk niet meer. Is het wel verstandig om daar 17 miljoen aan te besteden? Ja. Nou, wij denken dat er wel onderzoek moet komen, maar de kaders zoals die er nu liggen zijn volgens D66 niet goed. Dus we moeten kijken naar andere mogelijkheden. Ja. En als het aan ons ligt, zou er een ander soort, meer innovatief idee moeten komen rondom het stationsgebied, om daar dus inderdaad een soort combinatie te maken van woningen aan de ene kant, het gemeentehuis aan de andere wat kant. Wat doe je dan met woningen? Woningen voor ouderen, woningen voor jongeren? Dat is wel een interessante. Ik denk dat het een combinatie moet zijn, in ieder geval in heel best. Dus wat daar dan komt is eventjes de vraag, maar het ligt ook aan andere ideeën. Ja. Ik ben zelf bijvoorbeeld ook woningzoekende nog steeds, want ik wil heel graag in best blijven wonen. Maar het is gewoon heel lastig. Ja. En dan heb je dus verschillende mogelijkheden. Of je bouwt voor starters om de starters een plek te geven. En dat kan natuurlijk. Ja. Of je bouwt voor senioren om te zorgen dat de doorstroom verbetert. Ja. En dan hoor je, we spreken met veel verschillende senioren die ook verschillende ideeën daarover hebben. Ja. En dan zeggen ze ook van, nou ja, wij willen het liefst gewoon in onze eigen wijk blijven wonen. Ja. Dus nou ja, we zouden het in het stationsgebied kunnen doen. Maar misschien moeten we daar juist inzetten op jongeren. Omdat zij vaak ook met het OV gaan en forensen, zal ik maar even zeggen. Maar dan moeten we op andere plekken moeten we juist ook mogelijkheden voor seniorenwoningen creëren in de wijken. Die willen juist in de buurt van winkels. Hè? Nou precies, maar in de wijken. Dus rondom het centrum is dat gewoon een ideale plek om te doen. Of in ieder geval net in de uitbreidingslocatie daaromheen. Goed ontsluiten ook met OV. Ja. Om te zorgen dat ze dus inderdaad in de wijk kunnen blijven wonen waar ze willen blijven wonen. Ja. Want dat is de wens die we vaak horen. En op het moment dat we dat dan hebben, vergroot dat de doorstroom. Omdat dan de woning waar ze nu in wonen vrijkomen voor gezinnen. Misschien zelfs voor starters. Ligt een beetje aan wat voor huizen het zijn. Dus ik denk dat we zowel voor starters als voor senioren moeten bouwen. Maar dan denk je bijvoorbeeld aan het oude muziekcentrum dat in Naarsemest staat. En waar andere plannen mee zijn. Maar dat zou in feite dan ook geschikt gemaakt kunnen worden voor senioren, hè? En jongeren. Ja. Ja, klopt inderdaad. Er zijn verschillende initiatieven ook voor. En er is op dit moment volgens mij de wethouder ook naar aan het kijken. Ja. Dus ik weet niet precies wat er uitkomt, maar als het aan D66 ligt, en dat hebben we ook laatst weer in de raad gebracht, vind ik het gewoon belangrijk dat er in ieder geval geluisterd wordt naar de initiatieven. Ja. En dat die ook gefaciliteerd wordt. Want op het moment dat je een idee hebt, dan is dat super. Maar dan moeten we ook kijken, oké, maar kan dat? En hoe kunnen we dat dan faciliteren als dat een goed idee is? En, maar vinden jullie dat de communicatie tussen de raad of de gemeente en de burger, dat die goed is? Nou, een van onze speerpunten is dat de participatie beter moet. Op dit moment komt de participatie van de leden. Dus stel, de gemeente heeft een nieuw plan. Ja. En dan de consultatie of de bevraging van bewoners lijkt soms een beetje achtergesteld worden of op een bepaalde manier ingestoken te worden. En daar zouden wij wel iets aan willen doen. Want best zijn we samen. Dus we moeten ook samen naar die plannen kijken. Hoe wil je dat realiseren? Dat gaat van inloopavonden. Dat gaat naar kijken wat we met elkaar kunnen doen door consultatie van interviews. Of interviews, enquêtes. Ja. Nou ja, je kan allerhande dingen in de participatieladder, zou ik maar zeggen, kun je gaan gebruiken. Maar dat moet vooraf moet je dat duidelijk hebben. Het is geen sluitstuk. Je hebt een plan, dat moet je voorleggen aan de inwoners. Wat vinden ze ervan? Ja. En daarmee je plan aanscherpen. En je kan nooit iedereen tevreden stellen, maar het scherpt wel je idee aan over hoe je met een bepaald plan om moet gaan. Dus op dat moment dat je plan hebt, bijvoorbeeld ergens een rotonde te plaatsen, moet je dat voorleggen aan de burger om te vragen van, ja, wat vinden jullie ervan? Nou, wij vragen zelf, als gemeente vragen we zelf aan iedereen die een nieuw plan heeft, Vraag de omwoners, dus de omwonenden. Ja. Dan vind ik ook absoluut dat wij dat zelf natuurlijk ook moeten doen. Dat spreekt toch voor zich, zou ik denken in ieder geval. Ja. En wij vinden als D66 dat het op dit moment soms te weinig gebeurt. En wij zijn er gewoon voor, en daar zijn we ook heel erg kritisch op in de raad. Van, zijn de mensen voldoende betrokken? Weten ze wat er speelt? Ja. En zijn ze ook voldoende gehoord? Een voorbeeld is dus inderdaad het centrumplan en het stationsgebied. Ja. Op het moment dat ze in het centrumplan, stationsgebied, dat je hoort dat er verschillende bessenaren zijn die zeggen, oh, maar wij zijn niet geraadpleegd, terwijl we daar echt wel ideeën over hebben hoe dit komt bij wijze van spreken uit de lucht vallen. Dan denk ik, is daar toch de boot gemist? Dus dan gaan we met ze in gesprek. Maar dat doen wij als D66. En dat gebeurt dan blijkbaar, in ieder geval voor hen, te weinig door de gemeente.
Daar zijn plannen voor en misschien is het zo dat daar voldoende participatie is, maar dat zij dat bijvoorbeeld niet, dat niet weten of niet betrokken zijn. Maar dan moet het dus wel ergens verbeteren in de lijn van participatie. Maar jullie willen ook meer, nog meer de wijken gaan? Zeker. Ja, je hebt buurtoverleggen waar hele goede dingen en betrokken burgers zitten en waar hele goede dingen gebeuren en ideeën zijn. En daar gaat D66 ook vaak naartoe of... Ja, we hebben verschillende leden van D66 die daar ook zijn aangehaakt. Ja. En die dat dus ook weer bij ons terugbrengen. Dus we zitten daar niet altijd, soms wel, maar niet altijd als gemeenteraadsleden in die overleggen. Maar we hebben D66'ers die daar aan tafel zitten. Mm-hmm. En dat geluid aan ons doorgeven, zodat we ook weten wat er speelt. Ja. Ik vind het prima. Ik vind dat jullie vooruitstrevende plannen hebben. En ik hoop ook dat die gerealiseerd kunnen worden. Ik hoop het ook. Progressieve idee. Ja, dank je wel.